Je ziet herhalende cijferpatronen of je ervaart synchroniteiten. Je voelt een grote drang om meer te weten te komen over jezelf, het leven en waarom je hier bent op aarde. Je begint de constructie van deze maatschappij in te zien voor wat het is. Een grote groep gebrainwashed mensen die het contact met de realiteit kwijt is. Spirituele ontwaking is wakker worden uit een bewustzijnstoestand waar het grootste gedeelte van de mens op dit moment in leeft. In deze video ga ik het hebben over spirituele ontwaking en de verschillende fases die je hierin kunt ervaren. Wie ik echt ben? Ik hoop dat je me ergens kunt volgen. Nee, ik kan je niet echt volgen. Nee. Punt aan het maken. Waarom zijn mensen in Nederland dan zo nuchter? Ja, waarom? Bronnen van geweldige intelligentie. Waarom voelt niemand het dan? Ja, vertel me wel. Het contact is afgesloten met die dimensie bij de meeste mensen. Met welke dimensie? Als je haar leven vanuit het ego-bewustzijn leeft, dan leeft die persoon vanuit het plek van denken en analyseren. En dan is er weinig plek voor intuïtie. Hoe bedoel je intuïtie? Wat zegt de kerel? Je leeft in een hoge stressmodus met stress? Veel trauma's uit het verleden. Deze Michael, die lifestyle design, die heeft echt te veel paddels op ofzo, want ik val er helemaal niks van. Hey mensen, mijn naam is Michael Rangi en welkom op mijn kanaal waar alles draait om het worden van de beste versie van jezelf. Spirituele ontwaking of spiritual awakening, of gewoon simpelweg wakker worden, is een proces wat steeds meer mensen overkomt. Spiritueel ontwaken is wanneer je realiseert dat je ego een aparte constructie is van hetgene wat jij in essentie bent. Het is dus niet een bepaald geloof aannemen. Het is een realisatie, dus een feitelijke ervaring. Hetgene wat jij in essentie bent, is sinds de mens bestaat met vele verschillende namen benoemd. Het universum, God, bewustzijn of je ziel. Hoe je het noemt is niet belangrijk, maar wakker worden uit het ego-bewustzijn is een van de grootste gebeurtenissen en ontwikkelingen die je als mens kunt meemaken. Het is de start van een nieuwe manier van leven waar je niet meer slechts vanuit denken en analyseren functioneert, maar waar een grotere intelligentie naar boven komt die zich wil ontplooien. Als je kijkt naar de maatschappij leeft 99% van de mensen vanuit het ego-bewustzijn. Deze mensen weten niet beter dan dat ze hun lichaam, gedachtes en hun personage zijn. In een toestand van ego-bewustzijn is er veel denken, oordelen en onderscheid maken tussen elkaar. Wanneer een persoon wakker wordt en realiseert dat het ego een gemaakte constructie is in het brein en de essentie van wie je echt bent veel dieper gaat, wordt het spirituele ontwaking genoemd. De manier hoe dit proces verloopt, dat verschilt per persoon. Sommige mensen die maken een ontwaking mee die heel plotseling gebeurt en welke vaak gepaard gaat met mystieke ervaringen. En bij anderen gaat het proces heel geleidelijk en komt er steeds meer realisatie naar boven over wie en wat we echt zijn buiten dit menselijke lichaam. Waarom gebeurt een spirituele ontwaking? De reden dat een persoon wakker wordt is een heel natuurlijke ontwikkeling van het bewustzijn. En het gebeurt omdat je ziel of je diepere intelligentie zich wil ontplooien en tot uiting wil komen. Misschien vraag je af wat je ziel is en op welke locatie je deze kan vinden. Maar probeer er niet te veel over te analyseren. Je ziel is de intelligentie die je een onderbuikgevoel geeft als er iets naar staat te gebeuren. En het is de intelligentie die je lichaam afregelt en in balans houdt. Het is een soort veld van energie en informatie waar je met logisch verstand niks van zal snappen. Het is niet gelokaliseerd en je kunt het niet beetpakken. Het is simpelweg niet te bevatten met je huidige manier van denken. Wanneer je uit het ego-bewustzijn wakker wordt, is er ruimte voor je ziel om door te kunnen schijnen. Dit is de start van een proces die in het begin heel pijnlijk en oncomfortabel kan zijn. Maar uiteindelijk zal het ervoor zorgen dat je een leven kunt leven vol betekenis, passie, liefde en geluk. Hetgene wat een spirituele ontwaking kan triggeren is heel verschillend. Ik ken een hoop mensen bij wie het gestart is door ernstige ziekte, verlies van dierbaren of andere pijnlijke en stressvolle gebeurtenissen. Maar bij anderen gebeurt het spontaan en zonder enige reden. Spirituele ontwaking gaat bijna altijd gepaard met een gebeurtenis die ook wel eens de Dark Night of the Soul wordt genoemd. De duistere nacht van de ziel. En dit proces is nodig voor een persoon om te kunnen groeien naar een hogere bewustzijnstoestand. Het ego bestaat uit gigantisch veel lagen van opgeslagen informatie en emotie, waarvan heel veel negatief geladen is. Oude trauma's en pijn uit het verleden zijn allemaal dingen die opgeslagen zijn in het ego. Wanneer je een spirituele ontwaking meemaakt, zullen deze trauma's en emoties loskomen en naar de oppervlakte gaan. Je zult dus je ergste demonen ontmoeten in deze Dark Night of the Soul. En dit is een heel zwaar proces om doorheen te gaan. Het is aan de andere kant een prachtige gebeurtenis, want het doel is om je lichaam te genezen van al deze oude trauma en pijn. En ook al ervaar je al deze oncomfortabele emoties,
Het is nodig om te groeien naar een betere en meer gelukkige versie van jezelf. Wanneer je hier doorheen gaat, voel je in de afloop veel lichter en is het letterlijk alsof er een lading aan gewicht van je af is gevallen. Dit zijn enkele tekens dat je door een dark night of the soul gaat. Je voelt je geïsoleerd van alles om je heen, andere mensen, jezelf en het leven in het algemeen. Je voelt je afgesloten van je lichaam of je connectie met het spirituele. Je stemming is grotendeels van de tijd laag en depressief. Je voelt je verdwaald in het leven. Je voelt je moedeloos en verafschuwd als je naar de wereld kijkt. Je hebt geen motivatie meer om de dingen te doen die je bezighield. Je verliest interesse in alles in je leven. Je vraagt jezelf constant af wat de zin is van het leven en waarvoor we hier zijn. Je hebt een sterk gevoel dat je niet thuis hoort op aarde. Een spirituele ontwaking is heel complex en ik doe mijn best om je een idee te geven wat het inhoudt. Als je op dit punt van de video bent gekomen en je vindt deze informatie interessant, dan vertelt dat mij dat er iets in je resoneert met de informatie in deze video en dat je waarschijnlijk in het proces van ontwaken zit. Een ontwaking gaat vaak in verschillende fases en ook al kun je niet specifiek zeggen dat het altijd op deze manier verloopt, kun je bepaalde fases herkennen in je eigen leven. En zo heb je ergens het idee in welk punt van het proces je bent. Fase 1. Ongelukkig, moedeloos en het gevoel dat je verdwaald bent. Dit is de fase van de Dark Night of the Soul. Het is een tijd van veel verwarring, disconnectie, isolatie, depressie en heel veel ongelukkigheid. Je bent ergens naar op zoek, maar je weet niet wat. En je voelt een grote leegte in jezelf. Deze fase wordt vaak getriggerd door een traumatische gebeurtenis in je leven, zoals een scheiding, het verlies van een dierbare of ernstige ziekte. Fase 2. Verandering van perspectief. Je gaat de wereld op een andere manier zien. In deze fase ga je inzien op wat voor leugens en illusie deze maatschappij gebaseerd is en hoe de samenleving als een kudde schapen geconditioneerd is. Je voelt je ongelukkig over de wereld en je voelt je hopeloos over de toestand van de mens. De manier hoe je het leven ervaarde vanuit je oude bewustzijnstoestand, die bestaat niet meer. Fase 3. Op zoek naar antwoorden en betekenis. Je vraagt jezelf af, er moet toch een reden zijn waarom dit allemaal gebeurt? Op dit moment ga je diepe vragen stellen over jezelf en het leven. Je bent op zoek naar je life purpose, je spirituele dimensie of de betekenis van het leven zelf. Je zal merken dat je sterk aangetrokken wordt door informatie als dit. Spirituele boeken of YouTube kanalen en stof over zelfontwikkeling. Op zoek naar antwoorden en tussen aanhalingstekens de waarheid. Fase 4. Antwoorden vinden en doorbraken. Na veel innerlijk werk zul je informatie, spirituele mentors of spirituele technieken vinden die het lijden wat je ervaart sterk zal verminderen. Je hebt het gevoel dat je ontplooit omdat oude patronen en trauma's uit je lichaam beginnen op te lossen en je essentie of je ziel begint zich steeds meer uit te drukken. Op dit punt zul je meerdere glimpsen hebben gehad van de waarheid achter deze realiteit of andere mystieke ervaringen, zoals het gevoel van eenheid of oneindigheid. Dit is een periode van geluk, wonderbaarlijkheid en connectie. Fase 5. Desillusie en weer verloren zijn. Het leven is altijd in beweging. Met het spirituele proces zul je pieken en dalen hebben. Wanneer je in een flow zit en er magische dingen gebeuren, komt daar ook weer een eind aan. In deze fase raak je verveeld door al het spirituele gedoe. Het gevoel van connectie met het universum of je essentie wat je ontwikkeld had, begint weg te vagen. En de wereld lijkt weer heel normaal te worden. Je voelt je afgescheiden en verlaten. En ook al zul je nog wat mentale, emotionele of spirituele doorbraken hebben, ze zullen aanvoelen als oppervlakkig en je verlangt naar de grotere, diepere ervaringen. Je begint jezelf weer ongelukkig en gedemotiveerd te voelen. Fase 6. Diep innerlijk werk. In deze fase ben je niet geïnteresseerd in oppervlakkige zelfontwikkelingstechnieken of mooie spirituele verhalen. Je voelt dat er nog veel trauma en pijnlijke emoties in je lichaam opgeslagen zitten. En dit motiveert je om het echte werk te doen. Je zult in deze fase erg toegewijd zijn om veel te mediteren, mindfulness te trainen, psychedelische reizen te maken, diep innerlijk werk of schaduwwerk te verrichten om jezelf te genezen. Fase 7. Integratie, uitbreiding en geluk. In deze fase zul je alle spirituele lessen die je hebt geleerd gaan integreren in je dagelijkse leven. Wanneer je deze fase bereikt, zul je de grootste verandering in jezelf als persoon opmerken. De mensen die je kennen zullen het idee hebben dat ze met een nieuw persoon te maken hebben. Je zult heel kalm, gegrond en stabiel zijn en je voelt een hele sterke connectie met het universum. Je hebt een vertrouwen ontwikkeld met je innerlijke kompas of je intuïtie. En je laat je geleiden door deze intelligentie in plaats van het logische denkende brein. Er is een grote compassie voor anderen en de natuur. En je voelt je niet meer gescheiden van de rest van de wereld en je beseft de eenheid van alles. Spirituele ontwaking of een awakening is geen lineair proces wat zich van A naar B naar C beweegt. Het is een heel complex proces en het kan heel verwarrend zijn voor iemand die erin zit. Maar als je dit meemaakt, realiseer je dan dat het misschien wel het mooiste is wat je kunt meemaken in je menselijke bestaan. Je zult tot de ontdekking komen wie en wat je echt bent en de verbondenheid voelen met iets groters dan je je ooit kunt voorstellen.
Het is een onbeschrijfelijke ervaring. Wil je meer weten over dit onderwerp of wil je dat ik ergens dieper op inga? Laat het me dan weten in de comments hier beneden. Als je deze video interessant, leuk of behulpzaam vond, geef hem dan een like, want het helpt mijn kanaal enorm. Ik post wekelijks video's over zelfontwikkeling, spiritualiteit en lifestyle. Dus vind je die onderwerpen leuk? Abonneer je dan zeker op mijn kanaal. Mensen, zorg goed voor jezelf en de mensen om je heen. Wees de beste versie van jezelf elke dag. En ik zie je in de volgende video.